Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video maak ik iets ter ere van de WK-finale die onze Oranje Leeuwinnen vanavond spelen tegen Amerika. Ik maak Buffalo Wings. Voor wie mij ook volgt op Instagram weet dat ik het soms leuk vind om inspiratie te halen uit het land waar we op dat moment tegen spelen, voor welke sport dan ook. Zo heb ik onlangs zelf Zweedse balletjes gemaakt voor de wedstrijd tegen Zweden. Die we hebben gewonnen, daarom staan we vanavond of vanmiddag in de finale tegen Amerika. En ik wilde heel erg graag iets Amerikaans maken. En ik twijfelde een beetje tussen donuts of pretzels of iets met mac and cheese. En toen dacht ik, ze spelen om 5 uur, echt wel borreltijd. Laat ik een lekkere plate maken met buffalo wings, een blue cheese dressing en wat groenten om erin te dippen. Vond ik onwijs Amerikaans. Ik heb het nog nooit gemaakt. Dus daarom besloot ik om daarmee aan de slag te gaan. Nou, wat je allemaal nodig hebt, ga ik je laten zien. En daarvoor beginnen we met de blue cheese dressing. En hiervoor heb je nodig blauwe kaas, knoflookpoeder, citroen, mayonaise, zure room en rode wijnazijn. En ik ga deze blue cheese dressing maken in de blender of in mijn staafmixerbakje. Je kunt het ook gewoon in een hoge bak doen of hoge maatbeker en dan kun je er ook met de blender doorheen. Maar goed, ik vind dit wel net zo makkelijk. En ik begin met het verkruimelen van de blauwe kaas. Je moet wel van blauwe kaas houden, anders is dit niet jouw dip. Maar ik ben er gek op, dus ik denk dat ik dit wel heel lekker ga vinden. Dus ik verkruimel de blauwe kaas erin. En verder maakt de volgorde waarin je de overige ingrediënten erin doet echt niet uit. Dus nou, zorg dat alles in je staafmixerbakje zit. Doe het deksel erop en geef het een goede blend, zodat het lekker een gladde massa wordt. Je kunt uiteraard nog even proeven of je vindt dat er iets van het een of het ander bij moet. Ik vond hem goed zo. En nu zet ik dit met het bakje en al in de koelkast. En als je hem in de koelkast zet, dan wordt je dip weer iets steviger. En als je wings straks klaar zijn, dan is je dip echt van perfecte consistentie om daar lekker met je vleugeltjes of je pootjes doorheen te gaan. Dan gaan we verder met de buffalo wings zelf. En hiervoor heb je nodig chicken wings, hot sauce, boter, suiker, uienpoeder, knoflookpoeder, Worcestershire saus of Worcestershire, nou hoe je het ook zegt, je snapt wat ik bedoel. Ketchup, rode wijnazijn en mosterd. En de wings komen straks aan bod. We gaan eerst de buffalo saus maken. En buffalo saus is een beetje zuur, pittig, ook door de azijn en door de hot sauce die erin gaat. En ik heb een hot sauce gewoon bij de Albert Heijn gekocht. Je hebt verschillende merken. Kies er eentje die jij lekker vindt of die je gewoon voorhanden hebt. En om de saus te maken ga ik over naar het fornuis. Daar zet ik een stilpannetje op en dan mogen alle ingrediënten erbij. Dus onder andere de boter. Nou, nogmaals, ook voor dit maakt het eigenlijk niet uit hoe je het erbij doet. Als je het maar zorgt dat het allemaal in je pannetje terecht komt. En dan gaan we deze saus aan de kook brengen. En dat doen we om onder andere de suiker te smelten en om ervoor te zorgen dat het echt mooi één geheel wordt. Probeer wel goed af en toe te roeren, want soms kan de suiker een beetje naar beneden zakken en nou, dan kan het onderaan verbranden. Dus ik probeer wel echt regelmatig te roeren. En ik heb overigens voor lichtbruine bastardsuiker gekozen in dit recept, omdat ik vind dat dat een soort lekkere, bijna karamel, nog iets meer diepte geeft qua smaak. Maar je kunt iedere soort suiker gebruiken die je hebt. Als je gewoon kristalsuiker gebruikt, is het ook prima. Als je saus dan een paar minuutjes gekookt heeft, dan mag die van het vuur. En ik verdeel hem vervolgens in 2 bakjes. Het grootste gedeelte doe ik in een groot bakje en ik hou ook nog een heel klein beetje achter. En het grootste gedeelte van de saus gebruik ik om straks de wings in mee om te husselen. En ook om tussendoor, als ze in de oven zitten, ze mee in te smeren. En dan maakt het niet uit dat daar kipbacteriën in terechtkomen. En het laatste restje saus, het kleine bakje, dat gebruik ik om helemaal aan het eind, als ik ze al heb geserveerd, er nog een heel klein beetje verse saus overheen te doen. Dus vandaar dat ik het in 2 bakjes verdeel. En dan zijn de wings aan de beurt. Nou, ik gebruik vleugeltjes en pootjes. Officieel zijn buffalo wings natuurlijk alleen de wings, de vleugeltjes. Maar ik vind pootjes heel erg lekker, dus ik heb voor een combinatie gekozen. En nou, die gooi ik in een wat grotere kom en vervolgens doe ik daar wat van de buffalo saus bij. En doe er genoeg saus bij dat jij vindt dat ze gewoon lekker goed in de saus zitten. En vervolgens mogen ze de oven in. Of liever gezegd, mogen ze op het rek
waarop ze de oven ingaan. En nou, ik heb dit bakblik gekocht een tijdje terug al. En daar zit zo'n heel handig rekje boven. En de reden dat we ze op een rekje doen, is zodat straks alles er goed tussendoor kan sijpelen en dat ze mooi droog blijven. Als je ze gewoon op een bakplaat zou doen, dan gaan ze op een gegeven moment wat vet loslaten. En door dat vet en die saus gaan ze dan meer stomen dan dat ze echt gaan bakken en braden in de oven. Dus vandaar dat je ze echt wel boven een of op een rekje wil bakken. En ik heb als tip wellicht ook voor jou een aluminiumfolietje onderin gedaan. Zodat als die saus er tussendoor glipt en een beetje gaat aanbakken, dat niet je hele vorm geruineerd is en dat je straks echt een uur aan het boenen bent. Dus dit heb ik alvast voorbereid. Ik smeer het rekje in met een klein beetje olijfolie, zodat ik zeker weet dat de wings niet blijven plakken. En vervolgens leg ik ze erop en zorg ervoor dat ze elkaar niet raken, zodat de hitte van de oven echt helemaal mooi rondom de wing kan komen. En als je dat hebt gedaan, mogen ze in de oven. De oven heb ik alvast voorverwarmd op 220 graden en daar gaan ze nu voor de eerste 10 minuten in. En in totaal gaan de wings zo'n 40 minuten in de oven. En om de 10 minuten ga ik ze insmeren met de saus. Dus de eerste 10 minuten zijn nu voorbij. Ik haal de plaat uit de oven en met een kwastje en dus dat bakje van dat grote bakje saus smeer ik ze even lekker in en draai ik ze ook om. Nou, en dat doe ik om de 10 minuten. Dus nou, ik haal ze eruit, ik draai ze om en ik smeer ze in met wat saus. Zodat ze gewoon echt heel lekker in de saus zitten. En je ziet ook naar het einde toe dat dat heel mooi gaat karamelliseren. Ook door de suikers in de suiker en in de ketchup. En nou, dat geeft gewoon een hele lekkere smaak en een lekkere coating om je wing. En na 40 minuten zien ze er ongeveer zo uit. Een beetje bruin rond de randjes. Ik vind dat persoonlijk wel heel erg lekker, want dat geeft het vooral heel veel smaak. Maar let dus een beetje op dat ze niet te hard gaan, dat ze niet verbranden. Blijf er een beetje bij. Dek ze desnoods af met een beetje aluminiumfolie als je vindt dat het te hard gaat. En na 40 minuten haalde ik ze zo uit de oven. De blue cheese dressing heb ik inmiddels in een kleiner bakje gedaan. Ik heb ook wat bleekselderij en wat wortel gesneden, wat ik er lekker bij kan eten. En kan dippen terwijl ik naar de wedstrijd kijk. En dan mogen ook de wings daarbij. Dus ik schep de wings ook op mijn bord. En ik doe er nog een heel klein beetje van die overgebleven saus bij. Die dus niet in aanraking is gekomen met de rauwe kip. En dat geeft ze nog een extra glosje en nog wat extra smaak. En dan is het tijd om ze te gaan proeven. Zo. Nou, hier heb ik de hele schaal. Je hebt het vast al in de thumbnail kunnen zien. Nou, dus ik heb er ook gewoon nog wat groente bij gedaan om het een beetje gezond te maken. En dat is ook wel een lekkere afwisseling, denk ik, met die wings. Nou, ik zei het al, ik ben daar eentje van de pootjes, dus ik ga een pootje proberen. Ja, en je ziet dus dat hij een beetje bruin gebakken is. Ik vind dat heel lekker. En ik ga hem gewoon dippen in die blue cheese dressing. De combi heb ik nog niet geproefd en ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. Wow, oké. Heel erg lekker. Ik was bang dat ik de saus rondom de wings iets te pittig zou vinden, want ik ben niet van het hele pittige. Maar het is voor mij echt precies pittig genoeg. Het is ook een beetje zuurig. En dan die blue cheese dressing geeft het echt weer iets romigs. En het is echt een hele bijzondere combinatie. Ik zou het zeker ook eens proberen. Ik neem nog een hapje. Oh, het is echt heel lekker. Ik heb nog nooit zoiets geproefd. Nou, echt onwijs lekker. Nou, ik hou de rest over voor straks, voor tijdens de wedstrijd. Mocht jij ook de wedstrijd gaan kijken, laat het hieronder weten. En laat ook weten wat jouw favoriete snack is voor tijdens zo'n moment. Ik hoop in ieder geval dat je het een leuke video vond. Als dat zo is, geef zeker een duimpje omhoog. Een vies kip duimpje omhoog. En dan hoop ik je heel snel weer te zien. Doei!